Drie keer op één dag maakte dit vliegtuig met bijzondere passagiers een chartervlucht van Engeland naar het Rotterdamse vliegveld 16hoven. Via zijn bewegelijke neus gaf het toestel tot drie keer toe de vrije loop aan 17 renpaarden die in Engeland werden aangekocht. De vierjarige Ruin Vibration wilde alleen onder de man de bodem van ons land betreden. Voor Full Measure werd een bedrag van 20.000 gulden betaald. Hij is de veelbelovende zoon van een beroemde vader, Pardal, die voor 110.000 gulden aan prijzen bijeenliep. Voor de vliegende paarden die samen meer dan een ton kosten en die een belangrijke aanwinst voor het Nederlandse renwezen betekenen, stonden comfortabele tweepaardsaanhangers gereed, waarmee ze werden overgebracht naar de renbaan Duindicht in Wassenaar, waar ze tijdelijk zullen verblijven om wat te acclimatiseren. De vaste bewoners van Duindicht bereiden hun aanstaande mededingers die zich even mochten vertreden een gastvrij onthaal. De kennismaking was nu en dan zelfs bijzonder hartelijk. De Nederlandse rensport ziet met belangstelling uit naar de prestaties van deze volbloeds die omstreeks maart in de baan zullen komen.